lopen zo goed. Ja. If I feel I have to go, we got. Vandaag staat de volgende training op het programma. Eén die absoluut noodzakelijk is voor alle moderne actiefilms. Een paar klappen uitdelen kan iedereen, maar wat als je nou recht in de loop van een pistool staart? Ja, een van de belangrijke vechtsporten die gebruikt wordt in film is Krav Maga. Er wordt allemaal veel gebruikt om bijvoorbeeld guns af te pakken. Om snel uit te schakelen. Dan vond het ook erg belangrijk dat we dat gaan doen. Dus daar gaan we vandaag even bij kijken. En het zou best kunnen dat we ook nog echt wat useful moves te zien krijgen. En we gaan ze sowieso ook even vragen wat het precies inhoudt, het hele Krav Maga. Dus we gaan eens gaan checken wat het precies is hier bij de oefenklas. Nou, het zag er vet gaaf uit. Nu staan we eventjes buiten. Zijn we met een van de instructeurs hier, Gabriel. En die kan ons wat meer vertellen over Krav Maga. En ja. Wat het is en waar het voor gebruikt wordt. En wat hij dadelijk misschien ons kan leren eventueel. Het ziet er gruwelijk indrukwekkend uit. Ja, zeker. Hi Gabriel. Hello, how are you? What is Krav Maga? Oh, well, Krav Maga, it means contact combat in Hebrew. It came from the Israeli military. The general idea is anything that happened in a street altercation, whether it's punching or kicking or knife or gun or stick or multiple attackers or ground fighting, you try to cover all your bases and all your training, and you also have to deal with scenarios that potentially the person could be much bigger, much stronger than you. They could have friends. You could be in the elevator or in the stairway, open area. They may have weapons and so forth. So your training, it's meant to cover as many different possibilities as possible. It's used a lot in movies these days. Yes. Okay, can you tell us a bit about that, how it's integrated into movies? So it's been used in movies primarily because, one, it's meant to be basic and simple, right? So it's not meant for people who need to learn how to jump in the air and twist in the middle of the air and throw a kick, which could take a long time to learn, and you need to be extremely flexible and extremely athletic or a high injury rate potentially. It's meant to be direct and to the point, brutal, so it looks kind of cool on film, on camera. And again, it's relatively easy to learn. So some people, actors, they don't need 6 months of training to perform the particular technique. So it's very effective, very easy to learn, relatively, and it's used very often in movies. So this sounds like it's perfect. Like it's really our thing. So we could deal with this scenario where you have a helping others. So we call this third party protection. So you have a scenario if the gun is kind of pointed out, but not to me, let's say it's to someone else. Okay. So this applies if I'm on the side. This could be if I'm coming from behind. This could be if I'm on this person, or I'm coming if we're kind of shoulder to shoulder. Yeah. I kind of see the scenario, boom, and I'm coming in for a technique. And I come in for a redirection to take the gun. Okay, yeah. So a little bit slower. Okay. So the context could be, boom, let's say we walk out and the gun is on my friend. Yeah. Okay? So I have to redirect the line of fire. So okay. I can't touch the gun and then you pull the trigger and they still get shot. So I have to redirect the line. Exactly. Yeah. So my initial motion, I have to redirect the gun, is to come over to get this motion, like I'm punching. Yeah. But I turn. This hand will come in, because I'm concerned you're going to pull or go, this hand will come, and my weight will come in, okay, and potentially to hit. Exactly. And I'll get in between you, yeah, and my friend, and I'm kind of backing up. And if I know how to use it, I could try to use it. You're armed, then, I'm armed, but ideally get away safely. Right, so now at least I have the weapon potentially to use. Exactly. Yeah, so if you have the gun like over my shoulder here. Okay, so say goodnight. Yes, I'm here, I say, and I'm in this position, boom, and I have the gun. Okay, yeah. So it works on all the angles. But is this always like in a situation where the person is using one arm? Or can, like, is it's one? Same principles, it doesn't make a difference. You can still, if you put two hands. Yeah. Yeah, so if you come in with two hands, the same idea. So we're here, I'm still, same principle, I'm still reaching. Okay, I'm coming over. Yeah, exactly. And I'm still coming over. Okay. It makes zero to no difference. Okay. Probeer je hem beter te houden? Ja, serieus. Ik had hem echt goed vast. Hm? En de eerste keer zo stevig dat ik tegen pijn aan mijn hand dat hij hem eruit sloeg. Dus ik hou hem nu ietsjes losser vast. Hm? Maar je hebt hem gewoon goed vast. En je hebt dan, hij is gewoon weg vanuit je teet. Exactly. Yeah. What if I would use a bigger weapon? Like for instance your shotgun. The shotgun. Yeah. Get down. Similar principles. I give it. Yeah. If I feel I have to go, we got. So
So the idea is, if you gotta do it, 100%. You gotta go 100%. So your focus is on the weapon, but always realize that you have other weapons yourself too. So if I'm struggling here, bah, knee to the groin, kick to the groin, I have different options of how to strike. Ja, dat was echt gruwelijk. Die defenses en gewoon het overnemen van die wapens. Waarschijnlijk ziet het er op beeld uit alsof we die dingen loslaten. Maar je polsen worden gewoon vastgevouwen. Je ziet dat als je een shotgun bij hebt en iemand staat tegenover je die zoveel skills heeft. Ja, dan wordt het gewoon tegen je gebruikt. Dus ik denk dat dit echt een van de meest geschikte sporten is die je kunt pakken. Want volgen als acteur of begin er nu al mee, weet je wel. Als je ooit die intentie hebt om iets in een actiefilm te gaan doen. Denk ik dat dit echt een van de meest aansluitende sporten is. Het is echt briljant. En hij zegt dus ook, je kan al redelijk snel dingetjes oppakken. En dat denk ik ook. De ommekeer van een vuurwapen. Ja, het gaat vooral om dat je het van binnen gelooft dat je het ook echt kan doen. Maar als je gewoon op iemand afstormt en je hebt toch niks meer te verliezen, dan paf, dan weet ik zeker dat het je lukt. Dus ja, dat was gruwelijk. Dat was echt een fucking vet sport om gezien te hebben. En hier kunnen we zeker dingen mee gaan doen. Ja, ja zeker. Echt dik. En nu nog heel even van LA Downtown genieten. Vette locatie trouwens, LA Downtown. Oh ja, trouwens. Oh. Als je geen productiecrew hebt, dan moet je ook gewoon met statieven en tassen de afkondiging doen. Tenzij je draait. Ga ik naar Rooien? En ik de Haap. Are the new Dutch action hero. En dan weer door naar Arjen Tuiten. Die heeft zich inmiddels kunnen uitleven op de mal van Franks gezicht. We kunnen niet wachten op het resultaat. Nou, we zijn een week verder. Terug in de werkplaats van Arjen Tuiten. Ja, na het wegtrekkertjes debakel, zeg maar. Ja, langs het gewijn van Frank, die bij half zat te huilen in de stoel. Gaat het goed? Nee, ik word er nu wel duizelig. Say hello to my little friend! Ik heb hiervan er echt naar uitgekeken naar de laatste keer dat hij hier zo half ziek zo'n beetje zat te wijnen. Ja. Dus, wat is er gebeurd? Ik heb een prothese van je gemaakt. Ik mis een poging tot. Dat is een mijn. Ja. En zodra het allemaal opgelijmd is en gekleurd is en gaan we goed dressen met wat bloed, dan ziet het er wel goed uit. Gaaf! Ik kan daar niet zo zien. Nee, je kan niet zo goed. Eigenlijk niks, denk ik. Maar kom maar goed. Mocht je een beetje een wegtrekkertje krijgen, dan. Zien we het wel. Nou, dit belooft weer veel goed. Nou, dit belooft heel voor mij als bijstander. Maar Frank is dan misschien lastig, maar is er eentje die echt bij het bijkomen van die was echt niet te doen in de stoel? Ja, maar ik kan geen namen noemen. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt wel prima en dat is altijd een beetje raar om wat kan zien, ja. Ja. Waar zie je, waar kun je? Ik kan hier wat zien. Hier? Ja. Nou, plakken we niet straks dicht. Ah, the truth is, I step on the field, it's time to get real, I'm feeling so ruthless. My time, my time, none of you people can tell me to stop. Zal ik zo ook een Big Macje gaan halen? Frank, bekijk jezelf maar eens even. Holy shit. Dat ziet er echt ziekelijk slecht uit of ziekelijk goed. Ik denk niet dat ik zo de straat op moet gaan om een Big Mac te gaan halen. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat je... Ik denk dat ik dan snel nog een paar tikken krijg. Ja. Nadat we het opgepakt hebben, mooi gekleurd en toen met bloed gedressed. Dat is het eigenlijk. Klinkt wel makkelijk, maar... Ja, dat is het natuurlijk niet. Maar dat konden we ook wel zien. Het is, dat is niet even iets wat je zelf op je hobbykamertje in elkaar knutselt. Het ziet er ook wel echt goed uit. Wat hij ook aan heeft erbij, die hulzen, shotgun shells. Wat is dat? Wat is dat?
In de volgende aflevering van Making Hollywood. Get it up and running, brother. Get it up and running.